Mangrovebossen, daar wil ik het heel graag over hebben in deze aflevering. Mangrovebossen zijn heel belangrijke ecosystemen. Namelijk bomen, allerlei soorten. Er bestaan ongeveer 25 soorten mangrovebossen die alleen maar voorkomen in de tropen en de subtropen. En ten noorden en ten zuiden daarvan niet. Het zijn bomen die groeien in ondiep zeewater. Op plaatsen waar rivieren de zee binnenkomen, de zogenaamde estuaries. En ook op plaatsen waar gewoon de zee het land ontmoet en waar een ideale structuur aanwezig is voor dit soort mangrovebossen. Waarom zijn mangrovebossen belangrijk? In de eerste plaats omdat het heel belangrijke kraamkamers zijn. Er zijn echt honderden soorten vissen die, de vrouwtjes althans, hun eitjes afzetten in die mangrovebossen, omdat bij veel soorten de wortels onder water doorlopen. Die komen van de takken en die lopen dan onder water door. Die hechten zich in de bodem van die ondiepe zee daar. En op die wortels groeien talrijke soorten wieren, groenwieren, bruinwieren, maar ook zeeanemonen, koralen, sponsen vooral ook. En dat betekent dat daar tussen al die wieren en sponsen allerlei verstopplaatsen zijn voor jonge visjes. Dus de jonge visjes die daar uitkomen, uit de eitjes die door de moeders daar op die wortels gelegd zijn, die visjes hebben talloze verstopplaatsen mocht er een keer een roofdier dat mangrovengebied binnenkomen. Dat kan een jonge barracuda zijn of een haai, een kleine haai. En die is kansloos, want die visjes kunnen zich overal en razendsnel verstoppen. Dus in de eerste plaats is een mangrovebos een belangrijke kraamkamer. Natuurlijk geven mangroven, net als alle andere planten, ook zuurstof. Heel belangrijk voor alles wat dierlijk is, dus ook de mens. Nemen heel veel CO2 op. Ook belangrijk, want we hebben veel te veel CO2 op het ogenblik. En mangroves hebben nog een andere heel belangrijke functie. En misschien herinneren sommigen van jullie zich nog de gigantische tsunami van 2004. Het gebeurde op tweede kerstdag. Op die dag was er een enorme tsunami die meer dan 150.000 mensen de dood in heeft gejaagd. Na die tsunami van tweede kerstdag 2004 hebben wetenschappers berekend dat als alle mangrovebossen in die omgeving er nog gestaan zouden hebben, dan zouden tenminste 50.000 mensen, meer dan nu het geval was, die tsunami overleefd hebben. Maar de bossen waren weg. En waarom waren die bossen weg? Omdat op heel veel plaatsen de bomen volledig weggehaald zijn om daar viskwekerijen van te maken. Visvijvers en scampi-kwekerijen. Onze tilapia, de pangasius en de scampi's komen voor een heel belangrijk gedeelte daar vandaan. Nu, die visvijvers, die kweekvijvers voor scampi en vissen, die kunnen natuurlijk geen tsunami vertragen. Want dat is precies wat die functie is van die bossen. Tsunamis tegenhouden, vertragen, de mensen en de dieren op het land de tijd geven en de kans geven om te vluchten. Dat is toen niet gebeurd. Naderhand zijn er allerlei waarschuwingssystemen gekomen en is men begonnen met weer mangrovebossen aan te planten. Natuurlijk duurt dat ontzettend lang voordat die weer in hun volle glorie hersteld zijn, maar het is een begin en het is heel erg belangrijk.